Zo, goedemorgen lieve YouTube-kijkers naar De Stofjes. Zondagmorgen praat, standaard. Yes! Ik heb natuurlijk weer gelopen. 3 rondjes, wel lekker gelopen. Ik had de intentie om nog naar 4 te lopen, echter, ik was te laat. Ik moet zo dadelijk weer naar Juliana. Dan gaan we vroeg trainen. Vroeg klaar. Dan kunnen we vanmiddag voetballen kijken. PSV Ajax. Wat is dat PSV? En ja. Dat gaan we dus vanmiddag doen als het goed is. En ja, voor de rest lekker gelopen. Lekker weer vandaag hier. Vanmorgen. Ik dacht dat het kouder zou zijn. Maar goed, dan heb ik even lekker gelopen en ik vond het best wel meeval. Het is echt best wel lekker weer. Het is alleen maar gunstig. Heerlijk, heerlijk. Zoals gezegd, zometeen gaan we naar het trainen. Juliana, volgende week aan een oefenwedstrijd. HVCH. En dan hopen dat we de wedstrijden weer kunnen gaan hervatten. Dat we weer lekker op veld kunnen gaan staan. En ook... ga kijken met de meiden. Ja, helaas, zaterdag weer af moeten lassen gisteren. Waar toch wat, daar blijken wat coronagevalletjes binnen het team. Of quarantainegevallen. Een beetje van beide. Dus ja, dan moet je toch uiteindelijk toch voorzichtig mee zijn. Ik kan niet gaan zeggen van jongens, we zijn buiten, kom maar gewoon. Dat gaan we niet doen. Hoe jammer ik het ook vind. Ja, gaat gewoon niet. Kunnen we niet doen. Maar goed, lekker gelopen zoals ik al zei, 3 rondjes. Op zich volgens mij best wel een redelijke tijd. Zoals ik al zei, het ging eigenlijk best lekker. Ik had de intentie als ik bij tijd in het bos was geweest, had ik naar 4 rondjes willen gaan. Ja, is door het tijdgebrek niet gelukt, want ik wil natuurlijk wel wat oefeningen doen. Ik had natuurlijk ook een keuze kunnen maken door alleen maar te gaan lopen en geen oefeningen te doen. Maar ik vind dan de oefeningen toch even wat belangrijker. Oh, er ligt iedere keer iets. Nou goed. En dus ja, nou, dat is dus wat er, wat ik, ja, waarom ik nou maar weer 3 heb gedaan. Ik probeer er steeds 4. Nou, volgende week gaan we dus later voetballen. Dus dan heb ik meer tijd. En dan ga ik volgende week gewoon naar de 4. Want ik wil uiteindelijk weer doorgaan naar standaard 5 rondjes. Dat is eigenlijk nog steeds een streven en ik kom er iedere keer niet aan toe. En natuurlijk kun je zetten, ja, dan moet je eigenlijk door gaan doorzetten om daarheen te gaan. Dat weet ik. Maar nogmaals, af en toe zit ik met tijd en met voetballen, dat ik dan toch dat weer een beetje moet op tijd daar zijn. Jongens die, ja, die nog wat willen gemasseerd worden of getaped willen worden, dat moet toch gebeuren. Ik kan niet om 10:55 aankakken. Dat gaat gewoon niet. En dan kun je zeggen, ja, dan moet je nog vroeger bossen gaan, maar het is nou nog vroeg donker of nog laat licht, zo moet ik echt zeggen. Dus dadelijk als het dan wat langer licht wordt, dan kun je wel gewoon zeggen van, weet je, ik ga om 7 uur al beginnen, of om 8 uur of om 7:30. Maar om 7:30 is het nog donker. En dan is het gewoon net iets te gevaarlijk om in het bos te gaan lopen. Dus, want ik wilde eigenlijk rond 8 uur, 7:45 er al zijn. Maar ik reed uiteindelijk om 8:30 pas weg. Want er waren dingetjes thuis die ik niet zo snel kon vinden. Oftewel, de Videoland wilde niet opstarten. En daar ben ik lang aan het zoeken geweest. Eigenlijk te lang aan het zoeken geweest. Voor mijn dochter. Geeft niet. Ik heb in ieder geval toch gelopen en dat is belangrijk. Dat ik in ieder geval toch even bezig ben geweest. Dat is belangrijk. En dan gaat het even niet over. Over hoe lang. Of weet ik het wat. Het gaat over dat ik bezig ben geweest. Dat is het belangrijkste. Nou, zoals je al hebt gezien, voor achter. Dus ik ben weer thuis. Ik heb geautoparkeerd.
Ik zeg in ieder geval tot de volgende keer. Heb je dit leuk gevonden? Nogmaals, korte vlog, altijd zondagmorgen praatje. En vlekken lopen, dan een zonnepraatje vanavond weer even op YouTube gooien. En dan zeg ik in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Dan zie ik je volgende week weer terug. En ja, nou dat dus. Ik zeg in ieder geval fijne dag, fijne dagen. Ik zeg tjoe.